Op deze plek ondertekende de 31-jarige Twan van Huizen zojuist een 2-jarig contract bij FC Dordrecht. Een ervaren centrumverdediger, hij speelde al 226 wedstrijden in de eerste divisie, komt over van de Graafschap. Een mooie uitdaging, aldus de Noord-Hollander. Je moet natuurlijk een juiste keuze gaan maken richting het einde van je carrière. Dus daar moet je over nadenken. Toen is mijn zaak met Dordrecht aangekomen. En het plan waar de club mee aan de slag wil gaan, dat sprak mij aan. En dat triggerde mij om daar wat meer over te weten te komen. En ja, nu staan we hier tussen de keukens. Dus dat is een beetje de manier hoe dat is verlopen. En dan speelt het denk ik ook nog mee dat je wel een dosis ervaring meebrengt. En dat precies was waar de club ook naar op zoek was. Ja, ik denk dat dat ook wel de rol gaat zijn binnen de selectie. En ik hoop die op die manier zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Volgens innovatiemanager Leon Vlemmings stond Van Huizen bovenaan het lijstje van graag gewilde versterkingen. Ja, één om betere prestaties te leveren natuurlijk. Zoek je ook spelers die met name in de as wat ervaring meebrengen. Nou, dat moet dan wel lukken. Dat is één. En twee, ja, we willen ook met jonge talentvolle spelers die we hebben gescout. Om te zorgen dat je die begeleidt en doorontwikkelt en uiteindelijk ook daarmee waarde probeert te creëren op het veld. Ook in die hoedanigheid is het belangrijk dat je ervaring daaromheen probeert te creëren. En dat is gelukt met Twan. Van Huizen en de jonge Devin Cosbal zijn de enige twee centrumverdedigers die op dit moment onder contract staan aan de Kromme Dijk. De selectie is nu voor ongeveer 85% compleet. Vlemmings is nog wel op zoek naar onder meer centrale verdedigers. En we zoeken daar nog steeds spelers om te zorgen dat daar een bredere bezetting is. Evenals een keeper en een buitenspeler, dat is nog hetgene wat we zoeken. En die selectie zou dinsdag afreizen naar Leeuwarden voor een oefenwedstrijd tegen Cambuur. Maar vanwege meerdere coronabesmettingen binnen de club gaat die wedstrijd niet door. Dinsdag werd er wel getraind. Voor de Schapenkoppen staat vrijdag het oefenduel met Helmond Sport op het programma. Goed, José. Ballen, ballen.